Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme werkt eraan om de rechten van artiesten te beschermen en in acht te nemen. Het is van belang dat de wetgeving wordt aangepast. Ook moet vastgesteld worden dat artiesten een betere ondersteuning nodig hebben. We hadden eerst gekeken naar de auteursrechten en op basis daarvan hebben we toen meetings gehad met de artiesten, met de producenten en et cetera. Maar daaruit hebben we gehaald dat in feite niet die auteursrechtenwet van belang is voor de artiesten zelf. Het gaat om de wet naburige rechten. Die zijn we in hoog tempo aan het ontwikkelen. Het gaat erom dat die wet naburige rechten dan zo spoedig mogelijk richting DNA gaat. En dat is de wet die de belangen van de artiesten gaat regelen. In de tussentijd hebben we gezien dat de private sector daarop heeft ingesprongen. We hebben het goed voorbeeld van Trekdrip. Daarmee hebben heel veel lokale artiesten al een goede verdienste uit kunnen halen. We kijken uit naar meer van dit soort initiatieven, waarmee we dan die sector ook een boost gaat geven, want dat is ook van belang voor ons toerisme. Surinaamse artiesten zijn door de recente ontwikkelingen in de muziekscène veel meer gaan groeien, vooral als het gaat om management en de kwaliteit van producties. Willen wij als samenleving meer halen uit onze toekomst, moeten wij bereid zijn om meer te investeren in de kwaliteit van de producties. Nou, ik zie een heel groot belang voor onze artiesten, want zeker als je kijkt naar de unieke dingen die wij hebben op het gebied van muziek, en dan heb ik het over Kaseko, heb ik het over Kawina, het zijn unieke dingen van Suriname zelf. Dat is onze cultuur en ik denk dat we daarmee ook Suriname op de kaart kunnen brengen. En zeker als de muziek aanslaat, is dat een plus voor ons toerisme. Denk aan reggae, wat dat heeft gedaan voor Jamaica. En zoiets wil ik ook hebben voor Suriname. En we zijn op meerdere fronten bezig om Kaseko en Kawina te ontwikkelen. We hebben ook gesprekken gehad met bepaalde dansscholen bijvoorbeeld, om te kijken, kunnen jullie een specifieke dans ontwikkelen voor Kaseko of Kawina? Want het gaat er bij de toeristen om, ze moeten kunnen meedoen. Begrijp je? En als je iets kan verzinnen zoals een kizomba en zo, maar dan specifiek voor Kaseko Kawina en we kunnen dat goed promoten, dan heeft dat alleen maar positieve effecten voor onze economie. Radio DJ en presentator Steven van Frederikslus beaamt dat de rechten van artiesten beter in acht genomen moeten worden. Artiesten verdienen die grani waarop ze jaren hebben gewacht. De randvoorzieningen in Suriname, helaas moet ik constateren dat ze te wensen overlaten. We zitten nog altijd te sukkelen met die auteursrechtenkwestie, terwijl elk normaal land, zelfs het kleinste Caribisch eiland, heeft dat geregeld. Dus ik weet niet waarom Suriname daarin niet wil briljeren. En een tweede ding dat we hier missen, is een cultuurfonds. Want cultuur is wat je bent, wat je doet. Ik bedoel, het is toch schandalig dat artiesten soms heel andere activiteiten, om maar niet zoveel criminele activiteiten te zeggen hoor, moeten ontplooien om hun studio huur en dat soort dingen te betalen. Met een cultuurfonds kun je altijd die investment doen in een artiest. En mocht het een succes worden, kun je dat geld ook altijd weer terugkrijgen. Trekdrip, die streamingdienst, dat vind ik geweldig, maar een streamingdienst is zwak zonder auteursrechten, want dat geld moet ergens naartoe kunnen gaan. En als Damaru, ik noem maar wat hoor, iets heeft gebruikt uit de tekst van John Lennon of van Lieve Hugo, for that matter, dan moet je voor dat kleine zinnetje ook wel die royalties kunnen krijgen als artiest. Dus als je van elkaar leent, moet je dat ook duidelijk aangeven in je credits. Maar dat zie ik helaas nog niet zo snel gebeuren hier. Met een beetje daadkracht, net zo makkelijk als we water en stroom kunnen brengen aan mensen, zo makkelijk kun je water en stroom aan de artiesten geven.